Welkom in Bloomburg, de Minecraft-server waar Torben, Pato en ik samen wonen. Alleen, er is een inbreker in Bloomburg en ik weet niet wie het is, maar ik denk te weten wie het is, namelijk Torben. Dus ik heb hier bij mijn hele mooie meubelwinkel wat maatregelen gedaan. Ik heb camera's geïnstalleerd en ik heb al mijn ramen gebarricadeerd met fences, zodat niemand meer mijn ramen kapot kan slaan. En als het goed is, is ze nu niet ingebroken. Oké, het werkt. Kijk, hier ben ik blij mee. Maar dit wil ik natuurlijk niet voor altijd hebben. Het ziet er niet heel mooi uit. Dus vandaar die camera. Zodat ik gewoon beveiliging heb. Alleen, er zou een iPad worden bezorgd bij mij. Die heb ik namelijk gekocht bij Pato. Alleen die iPad is nergens te bekennen. Dus ik ga even heel boos bij Pato aankloppen. Want ik wil die natuurlijk wel hebben. Want ik heb er 2 diamonds voor betaald. En heel veel wol de vorige keer. Alleen, ik heb honger. Heb ik wat eten? Ik heb nergens eten. En altijd bij mijn farmpje wordt gestolen. Want er groeit hier echt helemaal niks. Weet je wat? Ik ga gewoon even bij Torben aankloppen of hij misschien wat eten voor me heeft. Hallo, Torben. Torben, ben je thuis? Torben, ik heb honger. Heb je eten voor mij? Want jij stilt waarschijnlijk de hele tijd allemaal eten. Ik ga gewoon kijken. Torben vindt het vast niet erg als ik even wat eten pak. Waar heeft Torben al zijn eten? Hier ligt niks. Hier ligt niks. En hier... Ah, 7 aardappelen. Weet je wat? Daar doe ik het nu wel even mee. Torben vindt het vast niet erg als ik die eventjes van hem leen. Oké, kijk zo. En ondertussen moet ik misschien ook wel mijn farmpje gaan beveiligen. Want het is heel vervelend dat iedereen de hele tijd alles van mijn farmpje pakt. Want niemand anders heeft namelijk een farmpje. Oh, en ik moet die iPad ook nog vragen. Weet je wat? Terwijl mijn aardappelen even bezig zijn, ga ik even bij Pato aankloppen. En hopen dat hij thuis is, want ik wil die iPad hebben. Ik heb daarvoor betaald. Hallo, Pato! Pato! Hallo, Jesse. Hallo! Bel je zo vaak aan? Ben jij niet wat vergeten? Ik heb gisteren bij jou een bestelling geplaatst en ik wil mijn iPad hebben. Oh ja. Oké, ik ga hem even pakken, moment. Geef mijn iPad. Ja, ik ga hem zoeken. Waar ligt dat ding? Hoezo zoeken? Je had het toch zelf ook besteld? Die worden geleverd ergens, maar ik weet niet waar. Kijk eens, ik heb hier jouw iPad. Oké, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Heb je ook wat? Nee, trouwens, ik heb zelf eten. Doei, dankjewel. Oké, doei. Oké, ik heb mijn iPad. Hoe dit nou precies werkt, ik heb echt geen flauw idee. Eens even kijken, hoe werkt dit? Ik heb hier een camera hangen. En ik heb aan de achterkant van mijn winkel een camera hangen. Ik snap nog steeds niet hoe het werkt. Als ik erop klik, dan gebeurt er... Oké, ik weet hoe het werkt. Dit is leuk. Ja. En dan als ik naar mijn andere camera ga, dan... Eens even kijken, dan krijg ik... Werkt die nou? Deze werkt niet, ofwel, kijk. Ja, dit is echt perfect. Oké, ik heb een goed idee. Ik moet eigenlijk een soort van val maken. En dan kan ik precies op mijn camera zien wie er dus gaat inbreken. Alleen, ik kan dus niet opnemen met deze camera's. Ik kan alleen maar live kijken, dat is wel minder leuk. Wacht, ik ga even testen hoe goed de camera's zijn. Eerst ga ik wel even wat eten, want ik kan niet eens meer redden. Zoveel honger heb ik. Oké, ik ga gewoon even die aardappelen eten. En ik denk dat ik gewoon eventjes in mijn geheime bunker ga zitten waarvan niemand weet dat ik die heb. En dan ga ik kijken of mijn camera's werken als ik in mijn geheime bunker zit. Dat is echt perfect. Dan denkt iedereen namelijk dat ik gewoon lekker ver weg ben. En dan kan ik gewoon iedereen bespioneren. Eens even kijken. Oh, dit werkt gewoon. Dit is echt perfect. En die andere werkt ook. Oké, hier ben ik echt heel erg blij mee. Eigenlijk moet ik nu gewoon kijken of er iets gaat gebeuren. Of misschien iemand van mij wat gaat stelen. Ja, dat is een goed idee. Oké, eens eventjes kijken. Ik zet hier even de deur open. En dan ga ik in mijn geheime bunker zitten. En dan ga ik kijken of iemand gaat inbreken. Wacht. Ik moet ze er een soort van inluizen. Ik denk dat dat een beter idee is. Aangezien ik Torben verdenk, ga ik even tegen Torben zeggen dat ik heel even weg ben. Torben! Torben! Ja, is je weer. Hallo, Torben. Ik kom eraan. Torben. Hallo. Torben. Ja. Torben. Ten eerste, ik ga wel bekennen. Mocht je de camerabeelden hebben gezien, ik heb dit van je gestolen. Ik had honger. Ik had geen eten meer. Maar jij moet van mijn farmpje afblijven. Dat ten eerste. En ten tweede, ik ga heel... Hier, heb je nooit meer honger. Oh, dankjewel. Ik ga heel eventjes weg. En aangezien ik Pato niet vertrouw en jij echt niet de dief bent, wil jij op mijn winkel even letten. Ik ben zo terug. Ja hoor, tuurlijk. Oké, doei. Moet ik erin staan of... Nee, doe gewoon lekker je ding. Gewoon een beetje een oogje in het cel houden. Dat is helemaal prima. Ja, doei. Oké, dit is echt perfect. Torben denkt nu dat ik weg ben.
En als Stormen de dief is, gaat hij nu 100% inbreken, want ik heb ook mijn deur open laten staan. Dus ik ga eens even kijken of er wat gebeurt. Stormen staat hier voor mijn huis. Wat is hij aan het doen? Wat? Stormen is hier wat aan het bouwen. Wat is hij allemaal aan het doen? Ik snap er helemaal niks van. Wat is hij allemaal aan het doen? Stormen gaat naar binnen. Waarom gaat Stormen naar binnen? Hij is aan het kijken. Wat is hij aan het doen? Wat is hij allemaal aan het doen? Ik snap hier helemaal niks van. Oké, Stormen is binnen geweest. Het is perfect. Oké, als er nu wat weg is uit de winkel, weet ik 100% zeker dat Stormen iets heeft gestolen en dat Stormen de dief is. Oké, eens even kijken. Hier is niemand meer. En op de andere camera... Stormen is weg. Huh? Hij had wat gebouwd en dat heeft hij ook weggehaald. Wat is hij allemaal aan het doen? Het lijkt wel alsof hij misschien weet dat hij camera's hebt. Doet hij dit expres of zo? Eens even kijken. De deur is dicht en... Er is niks weg uit mijn winkel. Dit vind ik raar. Hij gaat wel in mijn winkel, maar er is niks weg. Oké, ik ga even vragen wat er allemaal is gebeurd. Hallo, Stormen. Hallo. Stormen, ik ben er weer. Wat is er allemaal gebeurd? Is het allemaal veilig? Is het allemaal goed gegaan of niet? Oh, ik heb niks meegemaakt. Ik was gewoon een beetje aan het zwemmen. Aan het zwemmen? Ja, kijk. Ik was zo, kijk. En dan zo, en dan ben ik lekker aan het zwemmen. Dus dat heb ik gedaan. Maar er is niet zoveel gebeurd. Er is eigenlijk niet zoveel gebeurd. Niks in mijn winkel of zo. Niks gebeurd. Ik ben één keer even naar binnen geweest om te checken. Maar zover ik weet is er niks gebeurd. Oké, niks gestolen dus. Oké, dankjewel. Dankjewel. Doei. Bye bye. Oké. Stormen die heeft dus niks gestolen in de tussentijd. En Pato heeft mij de camera's gegeven. Wie is de dief? Ik weet het echt niet. Ik moet beter onderzoek doen. En ik heb echt een heel goed idee. Ik heb namelijk, eens even kijken, ik heb hier onzichtbaarheidspotion. En daarmee ben ik 8 minuten lang compleet onzichtbaar. En door middel van die onzichtbaarheidspotions kan ik dus iedereen gaan bespioneren. Wacht, ik denk dat ik eerst gewoon eventjes Stormen gaan bespioneren om te kijken wat hij allemaal gaat doen. Dus eerst moet mijn armor even uit. Dan neem ik de potion en dan... Oh, dit is echt perfect. Dan kan de camera ook niet zien dat ik bij Stormen naar binnen sneak. En dan kan ik gewoon kijken wat hij allemaal aan het doen is. Trouwens, ik denk dat ik het eerst bij Pato ga doen. Want Pato, die is als het goed is in zijn huis. En bij Pato mag ik dus nooit naar binnen. Dus als het goed is, als ik deze drink, ik ben onzichtbaar. Dit is echt perfect. Oké, hoe ga ik dit slim doen? Hij is dus wat van plan, hè? Ik mag nooit in zijn huis naar binnen. Dus ik denk dat ik gewoon via hier stiekem naar binnen ga. Oh. Oké, hij ziet me niet. Dit is echt perfect. Dit is echt perfect. Ik kan nu precies zien wat hij... Oh, nee. Wat is hij allemaal aan het doen? Hij zit allemaal dingen in zijn kisten te stoppen. Als ik gewoon al zijn kisten ga openen, kan ik misschien precies zien of er wat in zit. Waarom zijn al zijn kisten leeg? Ik vertrouw dit niet. Dit is zo raar. Het kan niet dat al zijn kisten leeg zijn. Wat is hij allemaal aan het doen? Wacht. Hij zit in deze kist. Hij stopt er hout in. Waarom stopt hij hier alleen maar hout in? En hier doet hij... Een blokje concrete in. Oh, dit zijn dingen die niet bepaald heel verdacht zijn. Hij is wel een beetje raar op de uitkijk. Ik weet niet. Ik vind het maar allemaal van... Oh nee. Oh nee, volgens mij hoorde hij dat ik die kist opende. Dit is niet heel erg slim. Oké, ik moet naar... Wat is hij allemaal aan het doen? Ik moet naar buiten toe. Alleen dan hoort hij sowieso de deur. Oké, wacht. Ik moet nu snel. Zo, oké, naar buiten. Oké, Patrick heeft niks verdachts gedaan. Dat is duidelijk. Dus nu ga ik even bij Stormen kijken om te kijken wat hij allemaal aan het doen is. Maar eerst ga ik kijken of er iets gebeurd is in mijn winkel. Want als nu mijn winkel bestolen is, weet ik dus dat Stormen het is geweest. Oké, mijn winkel ziet er nog veilig uit. Daar is niemand binnen geweest. En is er iemand binnen geweest in mijn huis? Het lijkt erop alsof er in mijn huis ook niks gestolen is. Even kijken. Al mijn spullen zijn er nog. Oké. Dat betekent dat het nog steeds Pato kan zijn, maar ook nog steeds Stormen. Ik ga even bij Stormen kijken wat hij allemaal aan het doen is. Oké, ik ga gewoon bij Stormen naar binnen. Kijk, hij heeft hier een camera hangen, maar die camera die ziet mij dus nu niet. Hij is in zijn bunker, maar eerst kan ik al zijn kisten even openen. Dat heb ik trouwens net ook al gedaan voor het eten. Ik weet sowieso dat al zijn zeldzame spullen hier in de bunker liggen. En hoeveel heb ik nog? Ik heb nog 5 minuten dat ik onzichtbaar ben. Dit is perfect. Oké, wat is hij allemaal aan het doen? Hij is aan het minen. Wat heeft hij voor goede pickaxe? Kijk die pickaxe die Stormen heeft. Stormen heeft echt de beste pickaxe die ik ooit heb gezien in Minecraft. Dit kan niet. Het kan niet zo zijn dat Stormen zoveel goede loot heeft.
Oké, wat heeft hij allemaal in zijn kisten? In zijn kisten heeft hij hout, cobblestone. En kijk dan! Hij heeft leather enchanted boots. Oh, hij heeft echt hele goede spullen. Kijk, hier heeft hij zijn iron. Er moet ergens een kist zijn waar Torben heel veel diamonds heeft. Dat kan niet anders. En ik moet wel voorzichtig zijn, want die kisten die ik open, dat kan Torben denk ik wel horen. Tot nu toe is Torben niks verdachts aan het doen. Misschien moet ik naar dat rare pretpark ding. Misschien dat daar wat verstopt is. Ik weet het niet. Wat is hij allemaal aan het doen? Oké, wat ik trouwens ook kan doen, ik kan nu zijn armor stelen. Heeft hij goede armor? Wat nou als ik zijn helmpje steel? Wat zit hier allemaal op? Hoe heeft Torben zulke goede helmen? Kan niet, hoe dan? Torben is sowieso aan het hacken. Torben moet een dief wel zijn. Kan niet anders, maar hij is nu gewoon aan het bouwen. Dit is saai, hij doet ook niks verdachts. Oh, ben ik een keer onzichtbaar? Heb ik die enige onzichtbaarheidspotion die ik heb gebruikt? Zijn ze allebei niks verdachts aan het doen? Dit is zo stom. Oké, eens even kijken. In mijn huis is er niks gebeurd. Dat is een goed teken. Zo, niks gestolen. Al mijn spullen, die zijn er nog. Oké. En even kijken, is er iets in mijn winkel gestolen. Eens even kijken. Dit meen je niet. Er is weer in mijn winkel ingebroken. De banken zijn weer weg en... Dit meen je niet. En er is weer een tafel weg en... Mijn vogelhuisje is weg. Oké. Ik ben in de war. Wacht. Ik moet even snel naar huis toe. Ik weet dus dat Torben er niks mee te maken heeft. Waar is Patto? Ik ben namelijk nog 1 minuutje onzichtbaar. Ik moet erachter zien te komen wie dit heeft gedaan. Hallo, Patto. Zie je wel? Patto is weg. Het is sowieso Patto geweest. Ik ben namelijk de hele tijd bij Torben geweest. En toen is ze ingebroken in mijn meubelwinkel. Het moet Patto zijn. Oké, ik moet dit tegen Torben vertellen. Alleen, hoe ga ik dit slim vertellen? Hoe ga ik Torben zeggen dat ik hem heb bespioneerd? Dat lijkt me ook niet echt heel slim. Weet je wat? Ik doe in ieder geval mijn armor even aan. En weet je wat? Ik ga gewoon niet tegen Torben zeggen dat ik hem heb bespioneerd. Hij mag niet weten dat ik onzichtbaar was. Maar ik ga gewoon zeggen dat ik het 100% zeker weet. En dat ik het heb gezien. Het kan niet anders. Torben moet mij helpen. Ik moet Torben aan mijn kant hebben. We moeten Patto wegsturen uit Bloemburg. Dit kan niet. Torben. Hallo. Ik kom even binnen, ja? Ik heb jou niet binnengelaten. Nee, maakt niet uit. Hey, ik weet het zeker. Patto is de dief. Patto is de dief. Ik weet het 100% zeker. Ik heb het gezien op mijn camera's. Hoezo heb je het gezien op je camera's? Ik weet het 100% zeker. Patto is de dief. Ik heb alleen geen beelden meer ervan. Die ben ik... Je hebt geen beelden meer. Nee, zeker. Torben, ik weet het 100% zeker. Luister nou naar mij. Patto is de dief. Kijk nou uit met al jouw zeldzame spullen. Waarom zou hij stelen? Straks gaat hij ook van jou stelen, Torben. Patto is de dief. Ik geloof er niks van. Hij probeert jouw vertrouwen te winnen. Hij wil Bloomberg overnemen. Ik weet het 100% zeker dat hij de dief is. Nou, ik geloof er niks van. Ik denk dat jij aan het verzinnen bent of zo. Ik weet niet wat je smerige plan is, maar... Torben. Ik vertrouw hem. Ja, hij heeft mij nog niks kwaads gedaan. Ja, omdat hij zeker voor jou allemaal dingen aan het bouwen is. Hij probeert juist jouw vertrouwen te winnen. En voor mij is hij alles aan het stelen. Ja, maar jou kan ik ook gewoon niet 100% vertrouwen. Want omdat jij 3 keer naar mij toe bent gekomen. Oh, heb jij het gedaan? Oh, jij bent het gedaan. Maar nu weet ik het zeker. Ik weet 100% zeker. Ja, laat me het bewijs zien dan. Ik weet 100% zeker dat jij het niet hebt gedaan. Dat weet ik gewoon. Ik kan niet vertellen waarom. Ik heb onderzoek gedaan. Ja. Ik ben detective, ja? Ik weet het 100% zeker. Maar je gaat me dus niet helpen Patto weg te sturen en op te pakken? Misschien als je een keer met echt daadwerkelijk bewijs levert, dan kan zien dat hij geld heeft. Ja. Dan weet je wat? Ik doe het zelf al. Ik ga bewijs aan jou leveren. Komt goed. Okay. Ja, komt goed. Ik weet het 100% zeker. Nee, maar dat is toch logisch? Is goed. Doei, Torben. Oh, dit is... Au! Hij slaapt me gewoon. Waarom doet Torben zo raar? Werken ze samen of zo? Ik snap hier helemaal niks meer van. Ik heb een idee. Ik ga een politiebureau starten in Bloemburg. En ik moet bewijs verzamelen.